Ik vroeg mij af of u op de hoogte bent van de golfoorlog in Knokke. Ja. En wat denkt u daarvan? Ik vind het een beetje flauwe machtspelletjes, maar goed. Ja, ik heb gelezen, ja, ze zouden er zoveel gebied van de polder willen afnemen. Hè? Ik had er ook wel dikwijls wandelen. Maar ja, dat is dan weer al weg, hè. Dat gaat dan weer al totaal iets anders worden. Hè. En mist u nog een extra golf? Hier in nee, want wij golven niet. Nee, wij zijn zeilers. Op dit terrein in Knokke-Heist wil Paul Gheysens bouwen. Een golfterrein met 18 holes, een luxueus hotel en een congrescentrum. Hij kocht de gronden, maakte de plannen. Die werden eerst geweigerd, dan aangepast en uiteindelijk vergund. Maar dit weekend werd er beroep aangetekend. Iedereen kent Château Petrus, een fantastische fles. En wat serveren we? Wat water. Het etiket dekt de lading niet. Ik denk, beste mensen van de pers, dat iedereen begrijpt dat dit het verkrachten is van de polders en niet het integreren van de polders. Dit is de buurman in kwestie, Peter Taffeiren, ook vastgoedmakelaar met een luxe villa en paardenfokkerij naast de gronden van Gheysens. Met een persconferentie neemt hij nu de vlucht vooruit. Zie, hier zijn de grachten behouden, hè. Zie, hier staat er water in de grachten, waardoor dat de polder... Kijk, het gras is hier groen, hè. Het is niet, wij hebben hier niet moeten sproeien, het gras is groen. Omdat wij hier op het normale polderniveau zitten. We zoeken Peter Taffeiren vandaag op zijn domein. Het centrale woord in alle bezwaren is verzilting. De bouw van de golf zou het broze evenwicht tussen zoet en zoutwater in de polders verstoren, zegt hij. Al dat water gaat men gebruiken om ervoor te zorgen dat de greens en de fairways dat die mooi groen liggen. En wat doe je dan? Je ontneemt water aan de natuur, de zoetwaterlagen worden kleiner, er ontstaat een druk van langsonder, er ontstaan opwaartse bewegingen en het zoutwater die lager zit, komt naar boven. Eens dat dat gebeurt, volgens de studies die wij hebben laten uitvoeren, gebeurt dat reeds na 1 jaar. Heb je een totale verzilting, zowel van de golf als van ons terrein. Dan is het verloren, is het over en out, game over voor de polders. En sorry, ja, dat gaat niet, hè. Dat is absoluut iets waar wij ons tegen verzetten. En nog een belangrijk element in dit hele verhaal. Jaren geleden verkocht Taffeiren zelf een perceel grond aan Paul Gheysens. De compromis werd getekend, maar nu wil Taffeiren niet langer verkopen. Hij zegt dat hij indertijd onder druk werd gezet. Ik zelf was hier heel actief en ben nog altijd heel actief in Knokke-Heist. Wanneer de burgemeester zegt, ja, maar als jij uw grond niet verkoopt aan Paul Gheysens ter realisatie van de golf en van zijn project, als jij dat niet doet, dan ga ik de vergunningen die jij vraagt, ik ga ze zelf behandelen en je weet wat daar het resultaat zal van zijn. Gaat dat, of ging dat zo in Knokke? Dat is zeer kort. Dat is zeer kort, hè. Jij bent tegen de golf? Nee, ik ben niet tegen de golf, burgemeester. Hè. Ja, maar waarom verkoopt jij dat niet? Ja, burgemeester, omdat wij willen niet verkopen. Dat is onze privé. Wij rijden dat te paard. Dat is een boomhaard. Wij hebben dat nodig voor onze paardenfokkerij. Wij hebben zoveel weiden nodig. Waar moeten de veulens lopen? Het zijn zware beschuldigingen aan het adres van wijlen burgemeester Lippus. We leggen ze voor aan de huidige burgemeester van Knokke-Heist, Piet de Grote. Nu, ja, ik was daar niet bij natuurlijk, dat weet ik niet. Ik kan niet spreken in naam van mijn voorganger. Maar misschien toch alleen een opmerking daarbij. Meneer Taffeiren is toch een groot zakenman of toch een zakenman geweest die toch heel veel ook in de immobiliën heeft gezeten en nog zit. Dan had men destijds daar ook al moeten bezwaar of zelfs klacht tegen neerleggen. En dan heb je hier de contouren van de golf. Door de golf zal er ook een fietspad en wandelpad zijn. Net zoals Leopold Lippus is ook burgemeester De Grote fan van zo'n tweede golfterrein. Dat volgens hem niet voor de Happy Few alleen zal zijn. Een golf is precies een stukje natuur die voor iedereen ook opengesteld wordt. Veel meer dan wat nu een aantal landbouwgronden zijn die worden ingenomen. Paul Gheysens gaf vandaag vanuit het buitenland een schriftelijke reactie. We hebben kennis genomen dat er beroepen zijn ingeleid, maar hebben echter nog geen kennis van de inhoud ervan. We vertrouwen echter op de beslissing van de minister van Omgeving, omdat deze gebaseerd is op allemaal gunstige adviezen van haar departementen, onder andere van Natuur en Bos, de waterinstanties, als ook de gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Bovendien is het milieueffectenrapport goedgekeurd door de CELMER van de Vlaamse overheid. Telefonisch laat Paul Gheysens ons nog weten geschokt te zijn door de beschuldigingen aan het adres van wijlen Leopold Lippus. Volgens Gheysens was het net Taffeiren die Lippus onder druk zette, met zijn perceel als drukkingsmiddel in andere vastgoedprojecten. Het gaat hard tegen hard. Wij zijn niet tegen om tegen te zijn. Absoluut niet. En inderdaad, voor projectontwikkelaars is het niet gemakkelijk. Maar ja, zelf heb ik nooit moeten overdrijven. Als het 10 hoog is, moet ik niet proberen 15 hoog te bouwen. Dat lukt mij niet. Anderen lukt dat wel. Daar zijn misschien trucken voor. Ik ben nooit naar die school geweest, dus die trucken ken ik niet.